President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan het district Nikeri personen ontmoet die steun hebben ontvangen van het Affordable Housing Program AHP. Mensen die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij de renovatie van hun huis, kregen van de president een certificeringssticker uitgereikt. President Santokhi vond het belangrijk om tijdens zijn bezoek aan Nikeri in het afgelopen weekend zelf polshoogte te nemen van de vooruitgang van de renovatiewerkzaamheden. Samen met de districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobberden, en enkele vertegenwoordigers van het AHP, ging het staatshoofd langs bij meerdere gezinnen om zelf te zien hoe dit programma het leven beïnvloedt van mensen die daadwerkelijk de steun nodig hebben. De president legde daarbij uit hoe het AHP werkt. Mevrouw, je woord AHP, moeilijk woord, Engels woord, Affordable Housing Program, betekent mensen die het niet kunnen betalen, komen wij als regering met ondersteuning. En dat zijn personen zoals jullie, en dat komen met steun voor volledige renovatie of gedeeltelijke renovatie. En u hebt het al gehoord, een deel van het geld dat komt zelf van AHP. En we hebben een bank, een grote bank in de wereld, de Islamic Bank, die helpt ons. En we hebben een team op het kabinet onder leiding van meneer Mark Romy en meneer Hassan Khan, die zorgen dat iedereen in alle districten geholpen wordt. En zo zijn jullie ook geholpen. Ja. Heeft u een mooi dak boven het hoofd? Ja. Kunt u rustig leven? Ja. En ik wens u veel geluk, veel zegen. Ja? En we gaan daar een sticker plakken. Laat even. Het AHP-project heeft als doel het huisvestingsprobleem voor bijna 3.375 huishoudens in de lagere inkomensgroepen aan te pakken. Met financiering van de Islamic Development Bank en een overheidsbijdrage worden deze gezinnen, afhankelijk van hun woonsituatie, ondersteund met subsidies tussen de 3.500 en 9.000 Amerikaanse dollars. Dit kan nieuwbouw, renovatie of de afbouw van een woning zijn. We willen dat iedereen tevreden is, dat jullie geholpen zijn. Ik ben blij dat ik hier ben. En we gaan nog meer mensen helpen. Tot nu toe heeft het AHP-project 41 woningen opgeleverd, 79 zijn in uitvoering en 77 staan gepland.